Laat zien wat je hier hebt en deel het mij horen. En dat is krijg wat er baart op de talentenmarkt in het gemeentehuis van Namwaard. Waar zit 10 november? Hier ben de burgemeester Agricola, te Gerre mij Margriet, de talentendij. Elke cliënt had zijn eigen talent. We zitten al 20 jaar in het gemeentehuis. Natuurlijk, de catering is natuurlijk hun grote talent. Maar ik daarnaast had ze natuurlijk nog meer talenten. Zo bijvoorbeeld deze merklap van Gerrit Jellema. Ik begon in 2004, toen werkte ik bij Oostergo. En het woog op een gegeven moment dat ik zag. En toen ben ik circa koffie thuis, bij het HMM. En toen ben ik ooit begonnen met mijn eerste merklap. En dat is die daar hing het. En die heb ik ooit begonnen. En sindsdien heb ik dus steeds wat, ja. Uit de hand, ja. Ja, want wat vies nou zo mooi aan het meidje van zo'n merklap? Het is rustgevend en het jouwt je een stukje rest. En het is ook wel het leuke om... We al je bestellen patroon, maar het is gewoon leuk om er maar beter te wijzen, steeds maar. Ja. Naast de merklapen, wie de muziek, terug een DJ en een pianist. Teken je, hapjes meidje, decoreer je en neem het maar op. Zodat Elsenien zien of haar talent zien litte koe. Iedereen heeft talent eigenlijk, maar sommige mensen weten net wat hun talent is. Maar als je bezig is met iets waar je goed in bent, dan krijg je er plezier in, dan heb je zelfvertrouwen. En dat doet soms ik denk met andere mensen samen, dus het verbindt ik vaak. Het helpt het gewoon best in diezelfde naar boven, denk ik. Collega's, hè? En dat ik zag hier in de kantine, ik maar hoeveel plezier en passie ze hier bezig zijn om voor u iedere dag weer een mooie kop sop te maken en een broodje gezond of een salade. Nou, als je zo giet, het is voor u genieten hier. Het is dubbel genieten. Het is net alleen van het eten, maar ik hoe de meesten hier hun werk doen.